U is dus maar na een uurtje geweest. Ja. U moet er weer lekker zitten nu. Ja. Een bijzonder moment in de Tweede Kamer. Na jarenlang op het plusje gezeten te hebben, gaan Kamerleden nu experimenteren met staand vergaderen. Hoe gaat het staand vergaderen? Nou, ik vind het heerlijk. De woordvoerder sport die zeggen vandaag, nou, langdurig zitten is heel slecht voor de gezondheid. Dus we wisselen dat af, we gaan eens een keertje staan. U was net getuige van een bijzonder experiment in de Tweede Kamer. Ja. Staand vergaderen. Ja, en het was geen enkel probleem. Nou, geen enkel probleem. Na een uur is het experiment afgebroken en nu wordt het weer lekker zitten. Ja, daar gaan we helaas niet over. Ze wilden alleen de eerste termijn doen van de Kamer, staand. En de rest zou gewoon zittend gebeuren. Nu is het dus maar na een uurtje geweest. Ja. Moet er weer lekker zitten nu. Ja. Voor hier is het een heel revolutionair voorstel. Dus dat moet allemaal voorzichtig begonnen worden met een proef en maar eventjes. Dus het stelt nog steeds niet zoveel voor. Ik ben leraar lichamelijke opvoeding op 2 middelbare scholen geweest. In een vorig leven? 15 jaar geleden, denk ik, ja. Heeft u wat tips voor die vergadertijgers hier in de Tweede Kamer? Nou, we zaten al na te praten. Is het nou niet een leuk idee om op een fiets te gaan zitten en daarmee energie te genereren en tijd te krijgen? Oh, dat is dan als meer spreektijd, vind ik nog wel een leuk idee, ja. Misschien kan je mensen dan overtuigen om wat sportiever te zijn. Je hebt van die fietsen die je onder je bureaustoel kan zetten, die hebben wij bij het ministerie achter onze bureaus. Dus misschien dat we die de volgende keer mee mogen nemen. Fietsend vergaderen.